Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er drijven nog wat wolkenvelden over het noordoosten van het land, maar die gaan langzaam oplossen. In de rest van het land is het ronduit zonnig. In de ochtend dus deze verdeling met een graad of 16, 17 op de thermometers. In het oosten blijft het kwik even wat achter omdat er daar nog wat bewolking aanwezig is. Maar vanmiddag is die bewolking daar ook verdwenen. Wordt het een graad of 23 in het noorden, 26 of 27 in het midden en zuiden van het land. Een zomerse dag met weinig wind. De wind draait geleidelijk naar een oostelijke richting. Vanavond blijft het lang warm. Temperaturen in het binnenland snel uh, dalend, dat wel richting de 20 graden. Maar het duurt tot na 9 voordat we eronder zakken. En dan morgen. Misschien wel een tropische dag op sommige plaatsen met lokaal 30 graden in het midden of zuiden van het land. De zon schijnt weer volop, de wind waait uit het zuidoosten en is meest matig van kracht. Misschien dat in de avond er in Zeeland een eerste bui valt, de kans is daar niet heel groot. De kans wordt groter op de zondag in het binnenland kan er regen of onweersbui vallen. En het is broeierig warm, dat geldt ook voor de maandag, dan is de kans op buien groter. En vanaf dinsdag komen de temperaturen duidelijk lager uit. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.